Mijn naam is Wouter Zijthof. Ik ben thema verantwoordelijk voor verduurzaming gebouwde omgeving binnen steden. De verduurzaming van de gebouwde omgeving gaat vooral om de vraag van hoe komen we van aardgas af. En dat we daar een duurzaam alternatief voor terugbrengen in de woonhuizen. En daar is Overweg Noord is daar een van de wijken waar we concreet proberen zo'n transitie vorm te geven en op te starten. De rol van de netbeheerder is om een energievoorziening te bieden die vandaag huizen verwarmt, maar ook straks in de toekomst huizen verwarmt. De gasinfrastructuur die wij dagelijks nog steeds aanleggen, ja, dat leggen we met een horizon van 40 jaar vooruit. Dus als vandaag een nieuwe wijk wordt gebouwd met aardgas, dan gaat die infrastructuur 40 jaar mee. En terwijl we nu ook weten van als je in 2050 die aardgasvoorziening niet meer gebruikt, ja, dan is de vraag, moet je dat dan nog wel doen? Wat er tot nu toe gedaan is vooral echt een analyse van wat zit er allemaal in die wijk. Dus hoeveel woningen zijn er aangesloten op dat aardgasnet? Hoeveel woningen zijn er aangesloten op het warmtenet? Wat op dit moment samen met de woningbouwcorporaties in gesprek met Bosch en Miele en allemaal dat soort partijen om te kijken van op welke manier kun je nou een aantrekkelijk aanbod doen, zeg maar, naar een bewoner om over te stappen van gaskoken naar inductiekoken. Dus we gaan daar best wel ver in om mee te kijken in hoe maak je financieringsconstructies en hoe creëer je een handelingsperspectief. Het begint met awareness. Ik denk heel veel mensen hebben nog geen flauw idee dat dit erop op hun afkomt. Het merendeel van de mensen die vandaag de dag investeert in zijn woning, dat hij dat doet met het perspectief deze woning blijft, de energievoorziening blijft komende jaren nog gewoon hetzelfde als dat die nu is. Het helpt enorm, zeg maar, om gewoon een datum in de tijd neer te zetten waarin je zegt vanaf dat moment is het einde.